We kennen al drie deelnemers aan uh, Playoff 1, zoals we dat uh, zeggen in het uh, voetbal. En dat zijn natuurlijk uh, Roeselaar en Mazeik. En uh, dit weekend is ook uh, Mene daarbij gekomen. Na een uh, 2-3 overwinning in de tiebreak. Of wat dacht je? Tegen uh, Warem. Uh, Frank en Axeli, uh, proficiat, congratulations. Want ja, dat is uh, doel 1 bereikt, veronderstel ik, Frank. Zeker, oh ja, ik denk dat. Voor het seizoen niet veel mensen ons uh, gegeven hadden dat we zo rap uh, in de playoffs gingen zijn. Um, maar wij, we spelen natuurlijk wel een, een heel goed seizoen. Hè. En Hoe rap hoe beter? Want uh, ik zeg het. Die indruk is nu wel een beetje weg. En ik ben wel blij, want uh, heb, uh, ja, we, we spelen een goed seizoen met een 9 wedstrijden op 11. Uh, ja, dat is heel goed. Maar natuurlijk, ja, zolang dat je niet 100% zeker bent, uh, blijft die indruk wel. En, en, maar uh, ja, het was geen gemakkelijke wedstrijd gisteren. En, en, we moeten altijd blijven spelen voor die, voor die overwinningen. Ja, ja, ik ben content dat we nu al zover zijn. En nu kunnen we eigenlijk, uh, kunnen bouwen naar de play-offs. Eigenlijk, hè. Ja, want je zegt dat de druk is weg. Dat kan langs twee kanten werken, natuurlijk. Dat, het nu, uh, dat de druk er nu wat afgaat en dat het wat minder wordt. Of dat je nu vrijuit gaat gaan spelen. Wat zou het kunnen zijn, denk je? Goh, we hebben nu nog drie wedstrijden. We hebben nog twee keer Oeselaar en uh, dan nog één keer Akkel. Uh, dat zijn niet de makkelijkste wedstrijden. Uh, maar ik zit ook met veel uh, geblesseerden momenteel. Dus uh, voor mij, ik moet eerst zien dat we terug met ons team kunnen maken, uh, uh, terug in vorm kunnen krijgen. En, en nu kan ik wel met een geruster hart beginnen te werken naar de playoffs toe. En we hebben dan vier, vijf weken tijd voor, voor te werken naar dat, naar dat toe. En nu komen die wedstrijden eigenlijk om een beetje op een, op een tweede plaats. Want ik wil dat we. Dat iedereen uh, speelklaar is met de playoffs. En, en ja, ik zeg het, we moeten zien dat we uh, ja, Sepp en Rotti terugkrijgen. Angel Verrekenen is in, aan terugkomen. Uh, Mathieu zit een beetje last met de schouder. Dus er zijn toch wel een paar spelers. Die, en vooral kiespelers die, die ontbreken. Die niet 100% fit zijn. En we gaan die proberen nu in die drie, vier weken uh, fit te krijgen. En dan zijn eigenlijk die wedstrijden tegen. Uh, ja, dat is misschien erg om te zeggen. Uh, werken we toe naar de play-offs, maar dat zijn die wedstrijden tegen Roeselaar en tegen Akkel die zijn echt voor in functie van de play-offs te werken. Maakt het voor jou uit of je derde of vierde wordt? Nee, het maakt mij niet uit. Uh, maar ik denk, het zal heel moeilijk zijn dat we nog vierde gaan worden, denk ik. Uh, ik denk dat uh, uh, Leuven of Aalst toch wel serieus moeten uit hun pijp komen voor, nog vierde, uh, voor derde te worden. Maar ik. Dat maakt eigenlijk niet uit. Hè. We zijn alle twee uh, derde uh, en vierde CV-cup. Het belangrijkste was gewoon die play-offs uh, ticket. En dat is heel veel belangrijker dan uh, derde of vierde te zijn. Axeli 2-3. Uh, uh, victory in de tiebreak. Was het een yeah, difficult victory? Ja, yeah, of course. We know that it's going to be a hard game in Warhammer. And we also knew that we need a win if we want to clinch our, uh, clinch our spot to the playoffs. So that was our only goal, and we can do that, so we are happy about the result. but uh, for sure, it was a hard game. yeah, why was it so hard? Uh, it's hard to say, <laughs> Of course, we know that it's in Varem. they say that it's always hard to play there. I think that was the one of the main things. Also, we have a few injuries that maybe makes our game a little bit more harder, but I hope that they are getting. <sighs> Healthy soon, so we can get back to the good uh, team practicing, and uh, after that, we are ready to playoffs. Also, yeah, we, we would think that there was uh, some uh, one, what, two weeks off, I think, that everybody is uh, fit, but that isn't so. Yeah, it was also quite weird. But uh, the Giuseppe has the injury just before we get to the break, so uh, it will take a time. With these kind of injuries, and uh, also Mathieu has something, and uh, Angel is also coming back to the quite long injury, so it will take time with this, and uh, we have to be patient with this. What made the difference uh, against uh, Warem for the victory? Our captain. <laughs> oh yes, <laughs> ah, he, was, he was so he, he was really good. Middles was good, and uh, we can play with the middles, and it's good, and. Also, Trifon was uh, had a good day there, so it w makes our game good. And after we start, maybe a little bit, the start was not so good for us. So after that, we get inside of the game, and our service was getting a little bit better and uh, less mistakes. So that was the key, I think. Okay, uh, still uh, three matches uh, to go. Are you satisfied with uh, the level the team has? Uh, the third place. I think the third place is good for us, but uh, of course, our game has to improve all the time. We want to improve ourselves all the time. We want to get better, and that's how we want to challenge the big ones in the playoffs. Okay, thank you very much for the chat. It's uh, on Wednesday, the first match, the home match against uh, Russenar. Good luck, Frank and Alex.